Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karien van Blondie Beauty Fashion. Mocht je hem nog niet kennen, zou ik het fantastisch vinden als je deze video leuk vindt, dat je hem liked en je abonneert door hieronder op de knop te drukken. Dat zou ik heel fijn vinden. En laten we gauw beginnen met de opgemaakte producten. Van een beetje juni eigenlijk, denk ik. Ik heb ze in juni opgemaakt, laat ik het zo zeggen. Het is vooral verzorging dit keer. Maar ja, make-up maak je ook minder zo op. Er zit wel wat bij, maar heel weinig. Deze maak ik heel vaak op. Ik moet zeggen dat ik nu best wel mix. Maar we hebben het eigenlijk over cream. We hebben het over zelfbruiner. Ik ben gek op zelfbruiner. En dan met name op mijn benen. Mijn benen, allergische 6 jaar in de woestijn, spierwit. Ik smeer ze niet eens in met zonnebrand, omdat er echt niks mee gebeurt dat ik het zonde vind van het product. Dat zou ik misschien wel moeten doen, want het zal altijd beschadiging, denk ik, tot beschadiging leiden, denk ik. Ook al gebeurt er letterlijk niks mee. Ik heb gewoon het gevoel dat ik geen pigment in mijn benen heb of zo, ik weet niet. Maar daar is mijn vriend zelf bruiner, want ik vind bruine benen wel heel mooi. Deze is gewoon, die bouwt geleidelijk op. Dit is de Dove Summer Revive Body Lotion met zelfbruiner voor een natuurlijke glans. Medium tot donkere huid, die gebruik ik eigenlijk altijd. Van de meeste producten gebruik ik medium als het gaat om zelfbruiner. Maar dit is of licht tot medium of medium tot donker. En dan ga ik voor medium tot donker, omdat dit echt een opbouwproduct is. Als je bijvoorbeeld van, noem eens een ander, van Bondi Sands of zo, zou ik niet zo snel voor de medium donker gaan. Dan zou ik echt voor medium gaan. Ja, zou ik voor medium gaan. Goed verhaal. Deze is heel makkelijk in gebruik. Ja, je kan met elke zelfbruiner vlekken krijgen. Ik gebruik het heel vaak en ook ik heb wel eens vlekken. Vooral op het punt dat je eigenlijk grondig moet gaan scrubben en dat soort gekkigheid. En je er eigenlijk te lui voor bent en dan denk je, nou, ik smeer het er gewoon weer op. Dan krijg je vaak vlekken. Maar goed, zelfbruiner, love it. En deze dus ook. Droog shampoo. Dit is de Batiste XXL of Volume. Oomf my lux. Ik vind eigenlijk alle Batiste droog shampoo wel goed, alleen ik vind die geuren zo heftig. Deze vind ik wel oké, maar ik vind eigenlijk in basis allemaal gewoon ranzig. En ik ben ook best wel een beetje bang voor wespen, dat best wel kan je weglaten. En dan ben ik altijd een beetje bang als ik naar een soort, weet ik veel, kokosnoot tropisch paradijs ruik, dat ik helemaal een soort van come and fight me. Dus ik zal dat niet zo snel kiezen, dus ik probeer dat altijd een beetje neutralere geuren te kiezen. Deze is in de categorie heftige geuren vind ik hem dan relatief neutraal, maar en hij geeft volume zeker. Maar ja, ik heb het gevoel dat eigenlijk alle droge shampoo, zeg maar, als je dit doet, dat het vanzelf wel weer omhoog gaat staan. Maar ik vind Batiste wel echt fijne droge shampoo, dus als je geen probleem hebt met vieze geuren, dan kan je kiezen welke jij het lekkerst vindt. Dan deze, volgens mij bestaat hij niet meer, The Ritual of Sakura. Wat hoorde ik nou laatst over, volgens mij zag ik op TikTok of zo een lijkt het alsof ik heel vaak TikTok kijk, want ik heb het in mijn vorige video volgens mij ook al over TikTok gehad. Maar ik kijk eigenlijk niet zo vaak TikTok, maar soms zit ik ineens weer in een TikTok-terrein. Maar daar hadden ze volgens mij over een dupe van kruidvat of zo. Nou, die dezelfde geur van deze geur is namelijk super lekker. Maar die hebben ze dus volgens mij niet meer. En ik vind ook gewoon de neutrale tintfles vind ik gewoon mooi ook in je badkamer staan. Maar goed, dit is de Ritual Sakura, dat is die foaming shower gel, die, ja, weet je, wie kent hem niet. Ik vind hem heel fijn. Ik gebruik dit niet dagelijks, maar gewoon als ik eventjes mezelf een beetje wil pamperen. Wat ik dagelijks gebruik aan douchegel is deze. Niet specifiek deze, maar gewoon eigenlijk altijd douchegel van Dove. Ik kom er altijd bij terug. Ik vind dat gewoon een hele fijne douchegel. Dit is de, ik koop ze eigenlijk al trouwens bij de Action. Dit is de Nourishing Secrets Glowing. Met lotus flower en rijstwater. Ook hier zoek ik voor de wat neutralere, wel wat warmere geur. Ik ben niet zo van super fris. De komkommertjes en zo, daar kies ik niet zo vaak voor. Ik kies wel vaak voor meer bloemig of meer nootachtig. Dat soort geuren. Maar deze vind ik, vond ik best wel lekker eigenlijk. Glowing. Ik heb er weinig van gemerkt, maar het is een prima douchegel. Ik blijf nog eventjes in de lichaamsverzorging. Dan heb ik deze scrub gebruikt. Dit is de State of Bliss Body Scrub van de HEMA. Deze vond ik wel oké. Maar ik hou van, als ik het voor mijn lijf gebruik, hou ik echt wel van een beetje dat je denkt, ik voel hem. En dat vond ik bij deze, ik heb er nu een van de Body Shop, een pot. En die vind ik wel, die is een soort gel met brokjes erin, zeg maar. Dat klinkt heel vies.
Met schrubdeeltjes erin. En die vind ik met die korreltjes, die vind ik wel lekker. Die van Rituals vind ik ook van, maar die is ook heel mild. Maar die voelt gewoon super verzorgend. Maar ik hou eigenlijk wel van echt een beetje pit erin. Dus ik zou deze niet zo snel opnieuw kopen. Alle andere producten die je net zag, zou ik zo opnieuw kopen. Net als deze. Dit is mijn all-time favorite shampoo. Maar ik moet wel zeggen, hier zit SLS en zo in. En eigenlijk wil ik dat niet meer gebruiken. Dus heb jij tip voor een goede blond shampoo? Let me know. Dus niet een paarse, dat heb ik wel. Maar een echt een blond shampoo. Want ik heb blond haar. Ik was het 2 keer in de week. Het blond haar wordt gewoon, net als een wit shirt, wordt sneller, zie je sneller dat het vies wordt dan een grijs shirt of een zwart shirt. Dat is ook met haar, zeg maar, daar zie je vuil sneller op. En ik vind dit soort shampoos helpt echt even om het lekker weer op te frissen. Het hoeft niet voor geverfd haar te hebben, want dit is gewoon mijn eigen haarkleur. Dus gewoon een shampoo voor blond haar. Ik weet niet of een voor geverfd haar shampoo ook zou kunnen, dat zal vast wel kunnen, maar... Ben jij blond? Heb jij een fijne shampoo tip? Laat het me even weten. Want ik wil eigenlijk dus zonder SLS en zo doen. Ik heb nu net een belangrijke tip. Dat is misschien een hele goede die ik hier heb gedeeld. Ik heb net bij mij de kapper geweest. Een paar dagen geleden. En zij gaf mij een tip. Ik wist dit eerlijk gezegd niet. Dus ik doe dit al jaren fout. Haarverzorging. Eerst een masker. In je haar. Op gewoon je vuile haar. In laten trekken. Uitspoelen. Dan shampoo, dan conditioner. Ik doe vaak shampoo en dan of een conditioner of een masker. Maar ze zegt een masker, dat voelt wel, maar dat sluit de schubjes niet. En een conditioner sluit de schubben. En dat is super belangrijk. En dat geeft ook proteïne en ik weet het allemaal niet. Dat deed ik nooit. Misschien een gouden tip. Misschien deed jij het ook altijd verkeerd, net zoals ik. En ja, ik dacht ook, weet je, ik kijk echt al 100 jaar beautyvideo's. En niemand heeft mij dit ooit verteld. Dus lieve kapster, bedankt voor deze gouden tip. Maar goed, dus dat doe ik nu. En zij zei ook van, zeker met, ik heb vrij droog haar. Is het belangrijk om die SLS'en zo lekker achterwege te laten. Dus ik heb, ik ga altijd naar Salon B. Dat is, dat vind ik een hele fijne salon. En zij hebben de hele Undone line. Ik ben natuurlijk gek op Undone. En daar heb ik de Beach Shampoo van. Die heb ik al heel lang, maar ik heb daar dus nu ook de conditioner van. Dus die gebruik ik nu. Maar ik wil eigenlijk ook nog gewoon een lekkere shampoo voor blond haar. Dus heb je een tip, laat me weten. Vrij lang verhaal, maar ik denk wel een gouden tip, hoop ik. Dan, wat schijfjes heb ik eigenlijk altijd van Kruidvat. Deze, de Classics. Ik heb geen betere gevonden, ze zijn heel goed geprijsd. Dus altijd handig. Nog één haarding, vergeet ik helemaal als je het dan hebt over de maskers. Dit is de Elvive Total Repair 5 Rapid Reviver. En dit vind ik een... Oh, hier staat Intense Conditioner. Zou dit wel kunnen? Ja, nou de shampoo, nat haar, geen inwerktijd. Nou, ik ga dus altijd voor deze, de Elvive Repair Rapid Reviver dingetjes. Omdat die Rapid Reviver hoeven niet in te trekken. En nou ja, zoals jullie weten, misschien niet, ik ben moeder van 2 kinderen. Dus uren onder de douche staan is er voor mij niet bij. Dus ik vind dit helemaal top, want dan hoef ik het niet te laten intrekken. Echt een hele fijne. Dan heb ik een mascara, de L'Oreal Unlimited Mascara, deze. Nou, herkenbaar aan de vorm. Deze kan je ook zo mee doen, hartstikke leuk, doe ik eigenlijk nooit. Oeh, het dingetje is losgegaan, dat is altijd zo vreselijk, zie je dat? Dus nu kan je het niet heel goed zien wat hij normaal gesproken zou doen. Ja, dank u. Want dat, dus nu lijkt er heel veel klont aan te zitten, maar... het is een hele, nee, ik ga het niet meer voor haar. Het is een... siliconen borsteltje. Ik vind hem heel fijn. Hij geeft heel veel volume. Separeert je wimpers mooi. Fijne mascara. Heb ik al vaker gehad. En dan als laatste 2 tandpasta's. Deze doe ik 100 jaar mee. Deze gebruik ik dagelijks. Dit is de Sensodyne Whitening Repair and Protect. Ik heb 2 keer een beugel gehad. De 2e keer was toen ik in de 20 was. En sinds die 2e keer beugel heb ik gewoon veel vaker afte. En het enige wat me eigenlijk dan helpt is dit. Dus deze gebruik ik eigenlijk dagelijks. Maar heb ik nou eventjes net een beetje extra nodig? Ga ik een avondje weg? Heb ik het in mijn hoofd gehad dat ze niet wit genoeg zijn? Dan gebruik ik deze wel eens. Geen idee of het werkt. Maar deze, de Colgate Max White.
Ik weet niet of het werkt met zijn blauwe tandpasta. Dus ik heb het gevoel, als je dan een avondje weggaat, dan... Ja, blauw helpt dan... Sorry voor mijn berichtje. Blauw helpt dan ofzo. Voor de, dat het er witter uitziet. Je snapt. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand ongeveer. Iets langer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je dus vooral niet te abonneren en te liken als je deze video leuk vond. En ik zie je heel graag snel bij een nieuwe video. Doeg!